Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer tijd voor de maandelijkse favoriete video. En deze keer zijn het de favorieten van september. Ik heb de producten weer verzameld in mijn mandje. En het is best wel veel. Alleen heel veel producten die gaan er nou aan de onderkant weer uit. Omdat de gaten te groot zijn van het mandje. Dus dat is eventjes een beetje lastig. Maar niet zo heel belangrijk. Het is voor mij gewoon handig om het zo bij elkaar te houden. Als je benieuwd bent naar de favoriete producten van september, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Het eerste product wat ik heb is de iMatic Eye Powder Pen van Catrice. Ik heb de kleur 020 Hotel Perlifornia. En dit is dus een oogschaduwpen. En als je deze opendraait, dan heb je hier eigenlijk een grote sponsapplicator waar al poeder op zit. En die wordt, eigenlijk wordt je poeder opgenomen in het dopje, want daar zit de poeder in verwerkt. Deze zijn al een tijdje verkrijgbaar. Er zijn met de laatste update ook nieuwe varianten van gekomen. Volgens mij ook met een mat effect, als ik het goed heb. Dit is dus degene met een glim effect, maar ik vond het pigment echt super goed. Ik was, voordat ik het ging testen, eigenlijk een beetje bang dat het niet heel veel pigment zou geven. Of dat ja, de combinatie van het dippen in de dop niet zo handig zou zijn. Maar dat was wonderbaarlijk genoeg gewoon echt super handig. En er komt eigenlijk gewoon voldoende poeder al op als je hem opendraait. Dus Ik was heel erg enthousiast door dit product. En ik ben zeker van plan om ook nog een paar andere varianten te halen. Zoals de matte versie. En ik geloof dat je nog een andere hebt. Maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar over deze was ik in ieder geval heel erg enthousiast. Dan nog een product van Catrice. En dat is de Glam & Doll False Lash Mascara. Dit is een zwarte mascara die een valse wimper effect belooft. Ik ga het borsteltje eventjes aan jullie laten zien. En het is een soort van siliconen borsteltje die een beetje rondloopt. De haartjes zitten best wel dicht op elkaar, maar het is dus siliconen. Het zijn niet echte haartjes. Vaak is het een beetje aftasten of dat zo'n low budget product echt een goed effect geeft. En over deze mascara was ik gewoon heel erg enthousiast. De volume die er afkomt vind ik echt heel goed. En het lijkt gewoon echt wel of dat je gewoon nepwimpers draagt. Dus zeker met meerdere laagjes vond ik deze mascara echt een groot succes. Dan heb ik een lipgloss en dit is een lipgloss van Maybelline New York. Dit is de M&Y My Gloss. En deze variant die kocht ik bij de Action. Bij de Action en ik geloof zelfs ook bij de Big Bazaar hebben ze vaak ook van die bakken staan waarin duurdere make-up producten zitten die je toch voor een lage prijs kunt kopen. Het gaat vaak wel om producten die al lang bijvoorbeeld uit het assortiment zijn die je dus ook niet zo snel bij een drogist meer zult terugzien. Maar ja, je kunt het vaak voor een heel fijn prijsje kopen. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een risico als je het koopt. Want je weet nooit hoe lang een product oud is. En aangezien er toch een houdbaarheidsdatum op een product zit. Maar ik heb hier een hele goede ervaring mee. Dit is een paarsige lipgloss die heel goed dekt. En ik vond het wel heel erg leuk om een keer een soort van ander kleurtje te hebben. En ik had al wel een paarse kleur van de Ethos, maar die was niet zo dekkend. En deze dekte wel echt heel erg goed. En ik heb hem dus ook nog voor een hele lage prijs kunnen scoren. En dat vond ik, ook heel fijn. Dus ik was hier zeker heel tevreden over. Dan heb ik een aantal producten uit de Limited Editie Contourious lijn van Catrice. Deze was rond augustus, september te koop. En het eerste product waarvan ik heel enthousiast werd, dat was de
highlighter stick. Deze heet Gentle Glow en dit is dus gewoon een highlighter in een stickvorm die je omhoog kunt draaien en die je dus heel gemakkelijk aan kunt brengen op je gezicht. Het heeft een beetje een romig effect, dus je kunt hem ook gewoon nog een beetje uitwrijven zodat, ja, zodat je het gewenste effect krijgt. Ik had eerder al een highlighter stick van de HEMA en ik geloof eentje uit een limited editie van Essence. En daar was ik ook heel enthousiast over. Dus ik had hier eigenlijk al hele goede verwachtingen van. Die zijn echt waargemaakt. Dan heb ik uit diezelfde lijn de Strobing Dual Highlighter. Dit is een hele mooie highlighter. Deze heeft een iets subtielere gloed. Deze zie je niet overdreven, maar echt wat subtieler. En dat vond ik ook wel heel erg mooi, want bij sommige looks vind ik het mooi als een highlighter wat subtieler is. En dat vond ik bij deze highlighter heel fijn. En ook de poeder was heel zacht, dus het gaf, ja, het plaatje was gewoon compleet voor mij. En het laatste product uit de Contourious lijn, dat was de Lip Contour & Color. En dit is de kleur Nude. Het gaat om zo'n product die je, ik ga het dopje er even afhalen, moet draaien. Dan kun je met het puntje kun je, je lippen omlijnen en met de zijkant kun je je lippen inkleuren. Essence heeft zo'n product in het vaste assortiment zitten en nadat ik die getest had was ik daar heel enthousiast over. Dus ik was ook heel benieuwd of die van Catrice net zo goed zou zijn en uit deze lijn is hij echt heel goed. Hij geeft ook een mat effect. Het enige wat ik wel had is dat ik het gevoel kreeg dat het mijn lippen best wel een beetje uitdroogde. Dus ja, een balsam gebruiken voordat ik deze aanbreng is wel een pre. Maar de kleur is gewoon heel mooi. En ook het effect hoe het is bedacht van aanbrengen werkt goed. Dus ja, ik was heel tevreden, ook omdat hij voldoende pigment gaf. Dan ga ik gelijk door met producten uit een limited editie van Essence. En het ging om de Little Eyebrow Monsters collectie. En daar heb ik als eerste deze eyebrow en highlighter set van. Deze heet Little Miss Bold. En dit is dus een paletje met een highlighter en twee kleuren poeder voor je wenkbrauwen. Ik ben zelf voor deze gegaan. Die vond ik heel erg mooi. De highlighter gaf ook heel veel pigment. Dit setje doet me denken aan de oogschaduws van Catrice met het bolle effect. Vond ik ook heel erg fijn. En het pigment was gewoon heel erg goed van dit setje. Vond ik heel erg, heel erg leuk. Met dit setje dat je gewoon echt wel een heel mooi resultaat kreeg bij je wenkbrauwen. Dan heb ik ook gelijk dit kwastje bij de favorieten gedaan. Deze komt ook uit die collectie. Ik heb het dingetje hier liggen, dus ik ga even kijken of er een naam op staat. Ja, hij heet Monsters in Stijl en je ziet duidelijk dat hij voor de wenkbrauwen is. Je hebt hier dus een borsteltje en een schuin afgesneden stukje om dus die poeder aan te brengen. Deze combinatie samen vond ik echt heel fijn. Want je kunt heel fijn je poeder ermee aanbrengen. En het is heel handig dat het borsteltje nog aan de achterkant zit. Dus vond ik een groot succes. Ook uit die collectie heb ik deze eyebrow lifter. En dit is dus gewoon eigenlijk een soort van highlight product die je onder je wenkbrauwen kunt aanbrengen, waardoor je echt een beetje een gelift effect krijgt. Veel pigment zit erin. De kleur is ook heel erg mooi, moet ik zeggen. Ik heb de, even kijken hoor, dit is de kleur Lift Them Up in Rosy. En dit is dus een beetje inderdaad zo'n rozige gloed. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg mooi bij een wenkbrauwproduct. En ja, ik vind dit gewoon heel erg handig gevonden omdat het ook daadwerkelijk werkt. Beetje een romig effect heeft hij ook, dus je kunt hem heel gemakkelijk uitsmeren. Uit dezelfde collectie heb ik ook de eyebrow mascara. Dat is deze. Ik heb de kleur Best Knows Better. En
Dit is dus gewoon een mascara voor je wenkbrauwen. En het heeft ook gewoon echt een mascara borsteltje. Hij is vrij kort. Dat is het enige nadeel. Want ik ben ze normaal gewend dat ze iets langer zijn. Maar het product geeft heel veel pigment. En mijn wenkbrauwen die zagen er gewoon echt heel mooi uit. Je hoeft daarna gewoon even goed door te borstelen nog. En ja, hij was gewoon heel dekkend. En dat vond ik heel erg fijn dat hij gewoon heel veel dekking ook gaf. Dan heb ik de Eyebrow Fixing Gel uit de Little Eyebrow Monsters. Deze heeft de naam Hold 'em Up in Place gekregen. En dit is gewoon eigenlijk een fixing gel voor je wenkbrauwen. Dus nadat je eigenlijk je wenkbrauwen hebt gedaan met een poeder of een potlood, dat je eventjes deze fix gel eroverheen aanbrengt, zodat je wenkbrauwen eigenlijk de hele dag goed in model blijven. En dit is een doorzichtige versie in deze collectie. En dat is gewoon ideaal, want je kunt hem eigenlijk over elke kleur gebruiken die je zelf wilt. En het laatste product uit die collectie, dat is de Eyebrow Treatment. En deze heet No Tricks, Just Treat. En dit is gewoon zo'n product die je eigenlijk aan kunt brengen voor het slapen gaan, zodat je wenkbrauwen lekker zacht worden. Werkt ook echt. Mijn wenkbrauwen voelden echt heel zachter aan. Ja, ik vond het wel eigenlijk wel leuk bedacht, want ik was dit nog niet eerder tegengekomen, zo'n product. Maar het gaf gewoon een fijn, ja, soort rustgevend gevoel van dat ze lekker zacht werden. Dus dat vond ik ook heel erg leuk. Dan heb ik van W7 de Puff Perfection. En dit is gewoon een losse poeder eigenlijk. Dit is een cream powder, cream compact powder, laat ik het zo maar zeggen. En het enige nadeel vind ik het doosje, want het zit niet aan elkaar vast. Je hebt een klein sponsje, krijg je erbij. En dan is dit de kleur. De kleur die past er heel goed bij mij. Wat ik heel fijn vind is dat de omgeving lekker groot is. Dus je kunt er heel goed met je kwast in dippen. Hij geeft gewoon een mooi effect. Ja, deze past perfect bij mijn gezicht. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag. Maar deze heeft heel goed uitgepakt. En ik vind het een hele fijne poeder. Ik heb hem trouwens wel droog gebruikt. Misschien dat je hem ook nog wel nat kunt gebruiken, maar dat heb ik zelf niet getest. Want ik gebruik hem dan ook gewoon echt liever als gewoon een compact poeder over mijn foundation heen. Dan heb ik deze Mono Oogschaduw uit de Velvet collectie van Essence. Dat is deze. Dit is de 08 Coral Me Maybe. Coral Me Maybe. Ja. Dit is een heel klein schattig oogschaduwtje met een heel leuk patroontje die veel kleur afgeeft. Ik moet zeggen dat de kleur wel iets anders uitpakt als dat die nu eruit ziet. Maar dat viel me niet tegen. Ik vind het niet echt een hele koraalachtige kleur, want hij neigt meer naar het roze. Maar ja, ik vond het wel een hele mooie oogschaduw met veel pigment. En ja, het blijft ook gewoon lang zitten, dus vind ik heel erg leuk. Ik denk zelfs dat je hem nog intenser zou kunnen maken. Zou je er bijvoorbeeld een color booster base coat onder. Base coat? Nou ja, zo'n oogschaduwbasis met een color booster eronder aanbrengt. Denk ik dat hij zelfs nog feller wordt. Maar ik vond hem zonder zonder een basis eronder ook al best wel veel. Dus dat vond ik heel verrassingsvol eigenlijk. Van Catrice heb ik deze eyeliner. En dit is de Dip. Dit is de iMatic Dip Liner in de waterproof variant. Dit is een eyeliner met de naam Stay With Me. Met een heel fijn kwastje. Het is een heel stevig kwastje. Dus je kunt er hele stevige lijntjes mee zetten. Ook is die echt waterproof. Je krijgt hem echt haast niet eraf met gewone remover. Je moet echt even goed boenen. Dat vind ik heel fijn. En het aanbrengen gaat gewoon heel makkelijk. Omdat het steeltje is vrij lang. Dus je hebt best wel een goede grip erop. En doordat het
puntje best wel stevig is, kun je gewoon hele strakke lijnen mee zetten. Mooie wings mee maken. Dus ja, ik vond dit echt een hele goede eyeliner van Catrice. En ja, het waterproof effect heeft me echt heel erg verrast. Dan heb ik van Essence de Mosaic Blush. En dit is de kleur 40, de Berry Connection. En dit is dus een blush met meerdere kleurtjes erin. Vooral veel kleuren roze. Ik heb ze losgeswatcht en in één keer. En ik moet zeggen, als je ze gemengd gebruikt, vind ik de kleur echt heel erg intens. Ik heb hem nu ook op, dus ik weet niet of het goed zichtbaar is in de video. Maar ik vind hem persoonlijk echt wel heel veel pigment hebben. De kleurtjes los, dat is een iets minder succes, vind ik zelf. Want ik vind het wel mooi als hij echt wel wat feller is. En als je hem dus gemengd gebruikt, geeft hij echt wel een heel fel resultaat. En daar hou ik persoonlijk heel erg van. Dus daarom behoort hij ook tot mijn favorieten. Dan heb ik van Catrice de Velvet Matte Lip Cream. En dit is een nieuw product. Het gaat om deze lip cream. Ik heb de kleur Rose Your Voice. En ik vind de verpakking al heel erg mooi. Die is heel mooi mat. En ook het effect is echt super mat wat hij geeft. Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar dat is vaak een beetje de vraag. Ik vind hem echt een heel groot succes. Er zit ook vitamine E in. En eigenlijk voedt dat ook gelijk de lippen al een beetje. Het is een silky lip cream. Dus hij is ook vrij zacht. Wel had ik het idee dat mijn lippen er wat droger door werden. Maar dat is vaak gewoon heel goed op te lossen door er bijvoorbeeld of een matte lippenbalsem overheen aan te brengen. Of gewoon je lippen goed te hydrateren voordat je het product aanbrengt. En ja, vaak worden je lippen dan al een stuk minder droog. Dus op het droge effect na vond ik het gewoon een heel fijn product. Net wat ik zeg, een droge effect kun je heel gemakkelijk zelf helpen. Dus dat is niet het grootste probleem. Dan heb ik dit palette van W7. En dit is het Naked Nudes Eyeshadow Palet. Dit is een palette met vier echt Naked Nudes kleuren. En dan vraag je misschien af, wat is het verschil? Deze kleuren, als je deze draagt, lijkt het niet eens of dat je echt heel veel make-up op hebt. Je ziet het, maar je ziet het niet super fel. Ik vond het persoonlijk heel erg mooi, want allereerst, je kunt de vier kleuren heel mooi combineren. Je kunt hem ook heel fijn gebruiken op dagen dat je niet zo heel veel wilt dragen, maar toch fijn vindt om wat te gebruiken. Ja, dan is dit palette gewoon heel geschikt, omdat het niet echt van je ogen afspat. Misschien ook heel geschikt voor jongeren die net met make-up beginnen en fijn vinden om wat te experimenteren of wat te dragen. Dan is dit een heel geschikt palet, want je kunt hier eigenlijk niks fout mee doen. Ook als je niet zo gevorderd bent met het aanbrengen of combineren, want de kleuren zijn niet zo uberfel. Dus je kunt hem eigenlijk niet verpesten. En dat vond ik wel eigenlijk een heel erg leuk ding aan dit paletten. Het is gewoon echt, ja, je ziet het niet zo heel veel. Dus het past ook best wel goed. Bijvoorbeeld als je echt een dagje geen make-up of geen foundation of zo wilt dragen. Maar je wilt wel wat aan je ogen doen, is dit paletje heel geschikt. Omdat hij niet heel erg opvalt. Dus dat vond ik toch de moeite waard om hem bij mijn favorieten te voegen. Ook bij mijn favorieten hoort deze fragrance van Adam Levine. Dit is de versie voor haar. En het hele leuke vind ik al aan deze is... Oh, wacht even jongens. Ik haal hem helemaal open. Als je de huls eraf haalt, hou je een doosje over. En hier zit de parfum in. Dus ik ga hem er even uithalen. Het is echt een heel groot luchtje. Het is een microfoon zoals je kunt zien. Volgens mij is dit... Even spieken. 100 milliliter. Dus het is echt een grote, flinke verpakking. Ik heb hier €7,95 voor betaald bij de Action. Ik was echt al heel erg lang eigenlijk
verknikkerd aan dit luchtje. En ik heb vorige maand besloten dat ik hem mezelf cadeau ging doen. En ik vind hem echt super lekker. Hij ruikt echt heel lekker. Ik ga even kijken of ik de geur kan omschrijven voor jullie. Ik ben daar niet heel goed in, maar... ja, hij ruikt echt heel erg zoet. Ja, het is echt wel een heel zoet luchtje. En hij ruikt echt super lekker. Ik vind hem echt heerlijk. En ja, hij was 7,95. Dus de prijs was ook nog heel erg leuk. Het leuke bij Komscheid is dat er ook een variant is voor mannen. Dus ja, misschien leuk als je een partner hebt om hem te combineren. Maar ik vond dit, ja, ik vind dit luchtje echt heel erg lekker. En ik heb hem gereviewd en ik dacht, hij mag niet in mijn favoriete video ontbreken. Dus... dit geurtje van Adam Levine was absoluut een favoriet van september. Het laatste product wat ik in mijn favoriete video wilde laten zien heeft helemaal niks met beauty te maken. Maar dat is mijn Instax camera. Ik heb deze uitgebreid gereviewd op mijn blog. Dit is de Instax Mini 8 van de HEMA. En even kijken of ik hem... ik kan hem wel even aandoen. Zo is die aan. Ik was al heel erg lang verknocht aan dit cameraatje. Ik bleef er naar kijken. Ik vond hem zo mooi. En ik heb hem in de vakantie heb ik hem cadeau gekregen. En ik wilde hem heel graag ook reviewen. En ik ben er heel positief over. Je hebt een flitser. Op de achterkant zit een... ik ga even kijken of ik dat kan laten zien. Een indicator waarop staat hoeveel fotootjes je nog hebt. En je kunt hier... draaien voor welke omstandigheden je een foto maakt. Zo kun je hem voor binnenshuis zetten. Bewolkt, zonnig. En de laatste, dat lijkt ook wel een zonnetje. Maar daar weet ik even niet zo snel welke dat is. Dit is de knop voor de foto om te maken. Dan zal ik je ook even de twee foto's laten zien die ik mee heb gemaakt. Ik heb er nog niet heel veel gemaakt, want de Polaroids die erin moeten, die zijn helaas nog steeds best wel aan de prijs. Maar ik heb deze foto's ermee gemaakt. Het zijn mijn katten. Deze. En ik heb er de naam van de kat onderschreven, de datum waarop ik de Polaroid heb gemaakt. Dus deze. En dat is ook deze. Deze heb ik dus met de camera gemaakt. Het is heel erg, dat is echt heel erg leuk, want hij komt... kijk, hij komt er zo uit. Ik kan doen er gewoon zo even in, want dat kan gewoon. Kijk, zo komt de Polaroid eruit aan de bovenkant. En je moet gewoon een beetje geduld hebben totdat de foto super zichtbaar wordt. Want het is niet dat je moet gaan wapperen, want dat was iets van vroeger. Maar dat hoeft bij deze niet. Met een beetje geduld komt de foto vanzelf na een aantal minuutjes tevoorschijn. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ik dacht, ik wilde hem gewoon... ook nog eventjes laten zien in mijn favoriete video. Omdat ik er super blij mee ben. Dus dat was mijn Polaroid Instax Mini 8 camera. Dan waren dit mijn favoriete producten van september. Nu ik achteraf terugkijk denk ik wel. Ik had weer veel Catrice en Essence erin zitten eigenlijk. Maar ja, omdat ik een blog heb waar ik gewoon vaak low budget producten review, zitten gewoon die merken er veel bij. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie ervan vonden nu ik er ook een keer een luchtje tussen heb gedaan. En mijn Instax camera. Ja, ik was zo blij met die producten dat ik dacht ik wil deze gewoon ook even in de video benoemen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Hou ook zeker mijn blog even in de gaten, want daar verschijnen elke week 3 nieuwe reviews van make-up producten. Dus als je daar benieuwd naar bent, neem zeker een keer een kijkje. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video nou leuk vond, doe even een duimpje omhoog en dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg!